Suriname zet zich dit nieuwe jaar in voor het toerisme. Buitenlanders zijn het meest geïnteresseerd in onze ongerepte bossen en prachtige rivieren. Op de vakantiebeurs in Utrecht volgende week laten een 17-tal Surinaamse touroperators, vertegenwoordigers van diverse resorts en hotels en ook de SLM, die laten zien wat Suriname allemaal te bieden heeft. Tijdens een trip naar het Bronsberg Natuurpark, dat zo'n 2 uur rijden vanuit Paramaribo duurt, geniet men van de mooie uitzichten op de rivieren en het prachtige bos. Robbie Lachmising, directeur van de SLM en enkele toeristen, vertellen over het Bronsberg Natuurpark. Bronsberg is een van de eerste, laten we zeggen, toeristische, toegankelijke toeristische orde in het binnenland geweest. En nog steeds een van, denk ik, goed bezochte. En hoe vind jij het hier? Ik ben er voor het eerst, maar ik heb nog niks meegemaakt. Maar ik denk dat het wel leuk wordt. Kom je uit Nederland? Nee. Dan hoe dan? Uit Suriname nog nooit hier geweest? Ja, maar ik ben eigenlijk niet zo bekend met het binnenland. Waar gaan jullie verder nog naartoe? Als we Leeuwval halen, vooral met deze lieve man Albert hier. Die, hoeveel kilometer is het, Erland? Hoeveel kilometer? Dat is, misschien 1,5 kilometer. Ach, het is makkie, man. Het is zo ongerept, het is hier zo mooi. Natuur, de stilte en gewoon een wijd uitzicht. Je gaat helemaal terug naar back to basic. Heel mooi. En u bent er al een keer eerder geweest, ja, ik ben 5 jaar geleden hier al een keertje geweest met vrienden. Toen hebben we hier achter in een huisje gelogeerd. En toen hebben we een aantal wandelingen gedaan naar de Leoval en naar de Irene-val. En toen hebben we ook heel veel beestjes gezien. En nu zojuist hebben we dus de brulapen gespot en de hagedissen. Ja, het is een oase van rust hier. Het is prachtig, het klimaat is heerlijk. De mensen zijn aardig en gastvrij. Ik kom niet voor niets een tweede keer terug. Na de boswandeling zijn de meeste toeristen vermoeid. Want het is geen makkie om de steile paden die zich in het bos bevinden te beklimmen. Enkele toeristen gaven hun mening wat ze ervan vinden. En? Nee. Hoe was het? Vermoeiend. Echt vermoeiend. Wat heb je gezien? Ja, een waterval. Heb je Albert daar gelaten? Hij kan niet op, maar hij komt wel. Lekker kapot, man. Godverdorie. En? Ja, dat is echt voor mij zwaar, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Heen, het gaat makkelijk. Maar terug moet ik toch regelmatig om de 25 tot 30 meter eventjes op adem komen, hoor. Maar is het de moeite waard? Ja, dat is de moeite waard, ja. De SLM hoopt dat Suriname veel kan aanbieden tijdens de vakantiebeurs.